Burgemeester Van der Meijs is net als veel andere Doesburgers geschrokken van het nieuws. Ja, afschuwelijk, verschrikkelijk. Je staat echt met je oren te klapperen. Kijk, Doesburg is een stad met een bevolking die heel erg met elkaar meeleeft. Op alle fronten, die de feesten samen viert, die de leuke dingen samen doet, maar die ook verdriet en vervelende dingen samen oppakt. En ik heb er ook alle vertrouwen in dat dat nu ook gebeurt. En daar waar wij als gemeente kunnen bijspringen, dat gaan we ook doen. De burgemeester heeft nauw contact met de voetbalclub waar de verdachte man vrijwilliger was. Hij tapte daar biertjes en liet op woensdagmiddag kinderen een uurtje sporten. Daar waren altijd andere volwassenen bij. Er zijn dan ook geen aanwijzingen dat er op de club misbruik heeft plaatsgevonden. We hebben tegen hen gezegd dat er, en dat hebben we ook van de politie en OM bevestigd gekregen, totaal geen enkele indicatie is tot nu toe in deze, hè, waar het onderzoek nu staat, dat er een link is met de sportclub. Maar ja, dat het wel bekend was dat hij daar vrijwilliger is. Dus ik vond het wel dat zij ingelicht moesten zijn. Maar de vraag blijft hoe het kan dat de man als vrijwilliger aan de slag kon. Het ligt in ieder geval niet aan de voetbalclub, zegt de burgemeester. Die had de man goed gescreend. Ja, de sportclub was het eerste eigenlijk wat ze zeiden. Dat doen ze blijkbaar gelukkig bij alle vrijwilligers. Dat ze een verklaring omtrent goed gedrag van deze meneer hadden. Ja, dat betekent dus dat deze zaak eigenlijk pas daarna aan het rollen kwam. Anders dan ligt er zo'n verklaring niet. Ja, daar hebt u gelijk in. Die krijg je niet als je dit soort dingen... Hij is verdacht, maar als dit soort dingen waar zijn, dan krijg je dat niet, nee. Dus de sportclub treft geen enkele blaam. Er is gewoon goed gescreend, voor zover u bekend. Ja, voor zover mij bekend is dat prima gegaan. Het seksueel misbruik gebeurde mogelijk jaren geleden. Het raakte pas bekend toen iemand kinderporno tegenkwam en de politie tipte. De verdachte zit nu 2 weken in de cel. Morgen bepaalt de rechter of hij moet blijven vastzitten zolang het onderzoek naar hem loopt.